bewegelijk als... Bot, gereed. Oh, ben jij dat? Ja. Kijk uit, dus ga ik de piano pakken. Lieve mensen, we staan op de Grote Markt bij de heer Jack Kerklaan. Jack de Klender is weer uit, maar voor de mensen die het niet weten, wat is dat voor klender? Ja, de befaamde klender. Het is alweer de 10e in successie. We hebben een jubileum, dus we beleven de 010 kalender in het 10e jaar, zo waar als wij bestaan, zeg maar. Wat valt er in te lachen in de klender? Nou ja, er staan natuurlijk de onvermijdelijke one-liners in. En ja, heel veel leuke fotootjes en allerlei verstrooiing om toch nog een beetje te grimassen in deze zorgelijke, want ja, coronatijden, hè? Ja, ja. Een beetje je doorheen te helpen slaan. Ja. Hoe maak je zo'n kalender? Hoe werkt dat? Nou, ik heb, zoals de meeste mensen wel weten, 5 stemmen in mijn hoofd. Dus als ik die lekker een beetje blijf voeden, dan komt er vanzelf wel de nodige zin en onzin komt er op te proppen. Iets voor een nieuw college in Schiedam? 5 stemmen? Kan makkelijk. Daar wil ik geen waarde over uitvaardigen. Kaderonderzoek kunnen we geen uitspraken daarover doen. Tot nog toe. Maar zonder hoop zijn we nogmaals niet alleen. Is de kalender kritisch? Is die cynisch? Is die humorvol? Hij is humorvol. Hij is humorrijk. Hij is in ieder geval ultra transmitterie. Super formule van de kolenzachter. Want we gaan niet eens met onze tijd mee. Maar we zijn zelfs op onze tijd ver vooruit qua feitelijkheid. Op wat voor gebied? Daar komen we zo nog wel even op terug. En wat ik wou zeggen, op welk gebied? Nou, dat vraag je dan maar even aan iemand anders. Waar ik heel fijn mee samenwerk op het ogenblik. Zit er dan nog een deadline dat die op een gegeven moment dat je denkt, nou moet het toch wel een keer klaar zijn? Meestal voor de 31ste december. Ja. Maar dat is nog lang niet, dus we hebben nog wel even om hem even te fine-tunen. Eventjes het... Even over naar mijn zeer gewaardeerde collega-compaan Michael Komans. Nou, we draaien gewoon even mee. Michael, daar ben jij. Goedemiddag. Je hebt meegeholpen aan de kalender. Wat is jouw aandeel? Ja, vooral augmented reality. Dus, moet je even uitleggen? Nou, augmented reality, dat is nou, zeg, met je mobiel Pokémon, dat ken je vast wel. Ja. Dan richt je ergens op en dan zie je wat bewegen. Nou, dat hebben we nu ook gewoon in een kalender gedaan. Hè. Kalender voelt natuurlijk heel ouderwets, maar dat is het alles behalve. Dus nou, we hebben iets aan de kaffie ernaast nog gezet, kijk. Met mooie foto's. Op en, de mensen op de camera blijven praten. En soms zie je, af en toe zie je deze pagina. En dat betekent een QR-code. Als je die scant met je mobiel. Ik zal je wel een filmpje opsturen, dan kan je het makkelijk zien. En dan zie je gewoon ja, hoe bijvoorbeeld Rotterdam of delen van Rotterdam tot leven komen. Kabouter buttplug, dan kom je achter dat het eigenlijk een alien is. En dat een alien zijn buttplug heeft geleverd. Nou, op Nationale UFO-dag. Allemaal grappige humor. En dan dit keer ook in augmented reality, in AR zoals dat dan heet. Maar dan ook even simpel gevraagd. Zit er ook nog wat Schiedamse humor in? Zeker, er zijn witte bladzijden. Maar we zijn toch van zwart Nazareth? Oh ja, en zwarte bladzijden zijn er ook. Ja, sorry, zwart-wit. Nee, het is een 010 kalender. Ja. Wat zeg je, Jack? Het is een 010 kalender, dus de hele waterweg wordt ermee bediend. Wat is de leukste stad van de waterweg om te bedienen? Dat is dan toch wel dat is een gewetensvraagje. Ik ben bevreesd, met grote vrezen, dat dat dan toch wel zwart Nazareth is. De oudste stad ten opzichte van Rotterdams raddenflatserigheid. Maar zonder hoop zijn we nog steeds niet alleen. Het loopt aardig in elkaar over. Dus Rotterdam, Schiedam is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar tenslotte alsnog. Hij moet natuurlijk wel onder de kerstbomen landen. Waar kunnen mensen hem bekomen? Ja, je moet er enorm rap en raddenflats snel bij zijn. Want hij is al bijna uitverkocht. Ligt nagenoeg niet meer in de boekwinkels. Dus bij bol.com is hij nog wel te verkrijgen. In redelijke getalen. En vanuit de kofferbak verkoop ik natuurlijk ook graag nog even. Nou, we dachten... Hallo daar. We hebben nog heel even te gaan tot de 31ste. Maar nogmaals, superformule trainer van de kolenzachtig in ultrateletransmitterie. Wees er snel bij, want anders heb je er weer naast. En dan heb je met die Chinese bladzijdes die we erin hebben, weten te vooruit, de Chinese toiletpapier is uiterst zeldzaam. Want ze doen het allemaal nog met de vinger of enige andere. Dus wat dat betreft blijven we inderdaad met u meedenken in het gemeen. Voor in het toilet. Nou, wij dachten. Zonder meer, maar iets minder.